Hallo, welkom bij Fox TV. Ik zit hier bij de tweede nieuwe aanwinst in de FX Botenreeks van Fox. Het grote broertje, een 3,20 meter. Dat is al een hele boot. Maximum motor die erop kan is 15 pk. Dus voor mensen die de rivieren willen bevissen, is dat echt wel de boot die er heel voor geschikt is. Wat is er bijzonder aan die boot? Net zoals alle andere boten heeft hij hetzelfde sterke olijfgroene doek, de verstelbare plank, de zwarte roeispanen met vierkante neus om efficiënter te peddelen. Een heel goed bevestigde spiegel, zodanig dat hij de kracht kan opvangen van die zware benzinemotor, als dat zou nodig zijn. En als extra komt er hier dat je dit model boot kan kiezen met twee vloeropties. Voor eerst heb je de vloer met vaste panelen, dus je ziet dat er hier aluminium verstevigingen zitten waarin dan de vijf panelen klikken. Dat is een multiplex hout die watervast gekoot is en die ook nog eens een anti-slipplaag heeft, want als die planken nat zijn, als het regent of zo, dan kunnen die glad zijn, maar dankzij die anti-slipcoating blijf je daar ook veilig op staan. Dus die vloer met die aluminium, heel geschikt om die zware klappen op te vangen als je er met een zware buitenboordmotor op zit. Een tweede optie die je kan kiezen is de airdeck. Mensen die daar de voorkeur aan geven, is nog ietsje sneller en compacter op te bergen. Je ziet hier aan de planken op de spiegel, deze plank is gemaakt om de houten vloer onder te klemmen. Die plank die hier nog boven staat, die wordt dan gebruikt om de airdeck vast te zetten. Uiteraard komt die vanzelf vast in de neus als je het opblaast en daar onderaan die plank. Drie luchtkamers op te pompen met de bijgeleverde pomp. En hier ook een kiel voorzien die je onder de airdeck of onder de houten vloer zet om meer stabiliteit en beter je baan te houden als je snel vaart. Wat hebben we hier nog? Een belangrijke feature misschien is die voor een deel het probleem op of wegneemt als je een visvinderklem gebruikt of een visvinderhouder gebruikt. Die planken zijn nogal smal, dus daarom zijn er langs de binnen- en buitenkant een extra verdikking in plastic opgezet met de uitsparing, zodanig dat je daar mooi langs beide kanten. Dat is afhankelijk van hoe je schroef draait, waar je best je sonde plaatst op de spiegel. Dus dat hebben we. Uiteraard de hendels weer. Hier staan er 6 hendels op, zodanig dat je met 2 mensen iemand achteraan of langs de zijkant kan je hem dragen. Zodanig dat hij toch makkelijk in en uit het water gaat. En dan komen we nog vooraan hier. Met die grote plastic knop, die is voorzien van tandjes. Als je met een dik touw een anker wil laten zakken, dan kan je hier het touw in vastklemmen en glijdt het niet terug. Dus een heel stevig, je ziet een massieve patch erop, heel stevig gelijmd, zodat die zeker niet loskomt. Als je wilt ankeren, dit is je ankerpunt. Dus samengevat kunnen we zeggen dat als je een boot zoekt waar je een langere buitenlandse trip wil mee doen met een visvriend, of je wil de rivieren of grote kanalen bevissen, een boot die tegen een stootje kan, stevige vloer, ook weer de versterkte rubberpetjes langs de zijkant, de onderkant en ook in het midden op de kiel is er over de volledige lengte een rubberen strook. Je kent dat als je ergens op een strand of een stenige ondergrond op een rivier wil aanmeren, dat je vloerpaneel optimaal beschermd is. Ook hier weer een volledige pakket, een ruime opbergtas, voetpomp, de paddles, de plank en de bodem die er apart gemonteerd bij zit.